Hallo liebe Zuschauer, Hallo beste kijkers, ik begroet u hartelijk bij Klagemauer TV. De Amerikaanse miljardair en belegger Warren Buffett wordt als de derde rijkste mens van de wereld beschouwd. Zijn vermogen wordt op 66 miljard dollar geschat. Nu schenkt Warren Buffett 2,8 miljard dollar aan stichtingen van algemeen belang. Dit nieuws werd vandaag wereldwijd over de hoofdmedia verkondigd. Wij van Klagemauer TV willen weten hoe dit nieuws bij het volk aangekomen is. En vooral wat men zich zo bij een 2,8 miljard schenking voor algemeen nut voorstelt. Het beste houdt u, gewaardeerde kijker, vanavond eens zelf deze kleine enquête in uw persoonlijke familie- en vriendenkring. Vraag het ook aan de kinderen. En zo ongeveer zullen de antwoorden dan overal eruit zien. Klagemauer TV heeft hiervoor kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar gevraagd. Wat zeggen jullie ervan dat de derde rijkste man van de wereld 2,8 miljard voor een nuttig doel geschonken heeft? Wat is algemeen nuttig doel? Ja, heel super, dat moet wel een extreem goed mens zijn. Hoeveel nullen geeft 1 miljard? 9. Juist, 1 miljard dollar zijn dus 1000 keer 1 miljoen dollar. Nu heeft de derde rijkste mens van de wereld 66 miljard dollar privévermogen. Hoe kan één enkele mens aan zoveel geld komen? Geen idee. Met eerlijk werk in ieder geval heel zeker niet. Want een zo grote prestatie kan toch geen mens ter wereld ooit volbrengen. Wat stel jij je er precies bij voor als je hoort dat een mens 2,8 miljard dollar aan algemeen nuttige stichtingen geschonken heeft? Wat moet daar heel praktisch gebeuren? Ik hoorde pas geleden dat bijna 3 miljard mensen met maar 2 dollar per dag moeten rondkomen. En dat iedere week meer dan 200.000 kinderen verhongeren. Ik zou daarom zeggen dat nu zeer veel kinderen eindelijk eens genoeg te eten krijgen. Of dat men met het geld bijvoorbeeld grote waterinstallaties bouwt en machines inkoopt en zo. Eenvoudig dat het hun op de een of andere manier beter zou gaan. Nu gaat echter een groot gedeelte van deze 2,8 miljard dollar schenking naar de stichting van Microsoft, oprichter Bill Gates. Niet in de vorm van cashgeld, maar in de vorm van aandelen van de Buffett's Investments Holding Gesellschaft. Wat zeg jij daarvan? Dat kan ik niet volgen. Wat is een holdinggezelschaft? Dat is een vennootschap die zelf geen waren produceert, maar aandelen van andere vennootschappen bezit en deze daardoor beïnvloedt of beheerst. Nu snap ik er nog minder van. Dat is te gecompliceerd voor mij. Ja, beste kijker, ongeveer zo zullen hun vragen dan eindigen. Maar ook vooral diegenen onder ons die weten wat een holdingvennootschap of aandelen zijn, mag één ding duidelijk zijn. Deze gift van 2,8 miljard dollar wordt niet in vorm van levensmiddelen of water aan stervende mensen, maar in vorm van aandelen aan andere superrijke miljardairs gegeven. Dit natuurlijk belastingsvrij, zoals altijd. Omdat het meeste van deze 2,8 miljard dollar aan de miljardair Bill Gates geschonken werd, herinneren we u eraan waar deze man zich voor inzet. In de media wordt ons verteld dat hij zich inzet voor opvoeding en gezondheid, alsmede tegen armoede is. Ook hier zou men kunnen denken, dit komt toch precies overeen met de wensen van de ondervraagde kinderen. Maar volgens Marcus Lans zit dat er ver naast. Bill Gates sprak namelijk op 14 juli 2011 in een uitzending met Marcus Lans over de wijze van bevolkingsreductie. Met die uitzending is een storm van verontrusting tegen Bill Gates uitgebroken. Want in de ogen van veel toeschouwers is de Joodse weldoener tot een superrijke eugenica-aanhanger afgezonken. Eugenica-aanhangers zijn mensen die programma's voor het reduceren van de mensheid goedkeuren en zelfs financieren. Hier een citaat van Bill Gates uit die uitzending met Marcus Lans over wijze van bevolkingsreductie. Het is op zich genomen tegen het gezonde mensenverstand dat men, wanneer men vaccineert, de bevolkingsdichtheid heel erg beperkt. Dat was in 2001. Daar heb ik deze ervaring gehad. En toen hebben wij in grootste stijl bij het gezondheidswezen vooral vaccinatiestoffen bevorderd.
Einde citaat. Bill Gates ondersteunt dus organisaties die de bevolkingsreductie bevorderen. Maar ook vier kleinere stichtingen zouden een deel van 2,8 miljard dollar aandelen geschenkt van Warren Buffett krijgen. Omdat deze vier kleine stichtingen niet met name worden genoemd, is er natuurlijk ruimte tot speculeren. Eén ding zou echter tamelijk zeker zijn. De derde rijkste man van de wereld, Warren Buffett, gaat vooral om met miljardairsvrienden zoals de Rockefellers, Rothschilds, WHO-ondernemers en soortgelijke. Kortom, met allemaal mensen en organisaties die de bevolkingsreductie tot verborgen sterilisaties en gedwongen vaccinaties toe bespoedigen. Een voorbeeld daarvan is Planned Parenthood. De Duitse tak daarvan heet Pro Familia. Een organisatie die zich inzet voor abortus, voorbehoedsmiddelen en sterilisatie. Margaret Sanger, de oprichter van Planned Parenthood, zo leverde Oliver Janich het overtuigend bewijs uit haar werken, was een aanhangster van eugenica, die zich zelfs inzette voor gedwongen vaccinaties. In een van haar boeken duiden ze sommige bevolkingsgroepen als menselijk onkruid, idioten die het niet verdiend hebben kinderen te hebben. Beste kijkers, de ervaring leert ons toenemend dat men voor alle weldadigheidsberichten van de mainstream media toetsend moet vragen naar het waarom. Zoals in het hier gegeven voorbeeld is niet alles noodzakelijk menslievend, alleen omdat het met schenkingen aan zogenaamde voor het algemeen nut beoogende stichtingen gefinancierd werd. Doordat u deze uitzending verspreidt, helpt u de mensen weer zelfstandig te leren denken en onderscheiden. Voor verdere terzake doende aanwijzingen zijn wij u dankbaar.